Welkom bij het digitale leslokaal van Derrens Christmas. Vandaag ga ik verder met les 2 over werkwoordspelling, de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. Ik heb mijn stifter bij de hand en ik zal de overschakelen naar de achterste camera van mijn iPad, want dan kan ik mijn kladblok in beeld brengen. De vorige les hebben we gekeken hoe je de persoonsvorm kunt herkennen. Weet je niet meer precies hoe dat moet? Ga dan nog even terug naar les 1 en kijk de video-instructie nog een keer. Als je een werkwoord tegenkomt, dan moet je je altijd eerst afvragen of het werkwoord een persoonsvorm is, ja of nee. Dat is van belang, omdat een persoonsvorm een heel eigen set regels heeft. We gaan er deze les vanuit dat je te maken hebt met een persoonsvorm. Je hebt dan twee mogelijkheden. Of de persoonsvorm staat in de tegenwoordige tijd, of hij staat in de verleden tijd. Ook dat is van belang, want iedere vorm heeft zo zijn eigen regels. We kijken naar de tegenwoordige tijd. In de tegenwoordige tijd hebben we drie soorten regels. En welke regel je gebruikt is afhankelijk van het onderwerp dat in de zin staat. Er zijn globaal drie categorieën. De eerste categorie is de categorie meervoud. Het onderwerp staat in het meervoud. Een tweede categorie is de categorie die we overige noemen. Daarin vallen de meeste onderwerpen. En de bovenste categorie is de categorie van onderwerpen die bestaan uit het woord ik of... Achter de persoonsvorm zie je het onderwerp je of jij staan. Elke categorie onderwerp heeft zo zijn eigen regel voor de persoonsvorm. Bij de bovenste categorie hoort de regel van de stam, dat is het hele werkwoord min en. Bij de categorie overig schrijf je stam plus t en bij de categorie meervoud schrijf je het hele werkwoord. In eerste instantie lijkt dit misschien wat omslachtig, maar geloof me, als je leert werken met dit schema, dan vind je het antwoord automatisch. Je komt altijd bij het goede antwoord uit. Laten we het proberen met een zinnetje. Maria, stippeltje, stippeltje, morgen 16. Op de plaats van de stippeltjes moet een werkwoord worden ingevuld. Uiteraard het woordje wordt. Maar de vraag is, schrijf je wordt met een d of wordt met dt? We zullen de regels toepassen. Eerst moeten we kijken of we te maken hebben met een persoonsvorm. Dat doen we door de zin van tijd te veranderen. Maria wordt morgen 16, Maria werd morgen 16. Hey, het werkwoord verandert, dus het is een persoonsvorm. Dan kijken we naar de tijd waarin de zin staat. Staat die in de verleden tijd of in de tegenwoordige tijd? Maria wordt is tegenwoordige tijd en dus hebben we te maken met deze drie categorieën. Valt Maria onder de categorie meervoud? Nee. Misschien in de categorie overige, of wellicht in de categorie ik of je, jij achter de pv. Nou, het is misschien duidelijk, we horen bij de categorie overige te kijken en dan is de regel stam plus t. Dat betekent dat we de stam nemen van het werkwoord worden, dat is worden met en eraf, blijft een d staan, plus nog een t. Dus Maria wordt schrijf je met dt. Nogmaals, de stam van een werkwoord is het hele werkwoord min en. Dat levert soms wat problemen op, bijvoorbeeld bij een werkwoord als verhuizen. Als je daar en afhaalt, dan krijg je verhuis eindigt op een z. Zorg er dan wel voor dat je de z aan het einde van het woord weer verandert in een s als je de persoonsvorm schrijft. Maak nu oefening 2 over het spellen van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. Kijk daarna de opdrachten na. Heb je niet al te veel fouten, dan kun je verder met de volgende les. Dan schakel ik weer terug naar de voorste camera. En ja, daar zijn we weer. Goed, de les is voorbij. Ik leg mijn stiften weg. En ik maak even van de gelegenheid gebruik om schaamteloos promotie te maken voor mijn roman Volmaakte Verdwijning. 4 van de 5 sterren door de Volkskrant, dus zeer goed ontvangen. Ik zou zeggen, lees het allemaal en ik zie jullie graag weer bij de volgende les.